Goedendag en welkom op ReVibes. Mijn naam is Angelique. Zometeen een nieuwe liefdesreading voor het teken van Ram. Lieve Ram, ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan, ascendant en je Venus teken aan. Laat los als het niet past. Kijk eventueel mijn andere readings. Niet iedereen loopt natuurlijk op dezelfde tijdlijn. Ook iedereen bedankt voor de abonnees, de aanvragen die ik krijg. Het kan even duren voordat ik reageer. Dit komt omdat ik best wel veel aanvragen krijg en ik ben ziek geweest tussendoor. Dus ja, dus het liep een beetje achter. Maar voor de mensen die iets hebben aangevraagd, wees geduldig. Het komt eraan, het antwoord of hetgeen. De reading, om het zo maar te zeggen. Ik ga eens kijken wat ik hier heb als uitdaging. De 9 van zwaarden. De 9 van zwaarden staat voor een kaart van wakker liggen over een situatie. Niet goed weten waar je staat in een bepaalde situatie. Insanity. Moet ik het even goed zeggen in het Nederlands, want soms kan ik beter in het Engels. Ja, angsten voor iets. Nachtmerries misschien. Ik ga eens kijken wat ik nog meer mag ontvangen. Verleden, heden, toekomst. Wat mag ik ontvangen voor de Ram? Wil je een persoonlijke reading aanvragen? Ga dan naar www.revibes.ro of naar mijn e-mail. Staat onder in de beschrijving. Ik heb hier de maan en de 2 van cups. De temperance kaart. De Page van cups of bekers, is net hoe je het zelf wil noemen. De Hangman. Oeps. En de 2 van zwaarden. Onderop het dek heb ik hier de 5 van cups. Ja. Of jij dit nu bent, of de energie waarvoor je kijkt. Want het kan natuurlijk vice versa zijn, hè? Let wel. Dus de energieën kunnen overvloeien. De 5 van cups onder op de ster en de 7 van cups. Iemand is vandaar die 9 van zwaarden als uitdaging. Wat ik hierbij voel, is dat er iemand wakker ligt over een connectie, is wat ik zie. Iemand is onzeker en weet niet goed waar hij of zij staat. Iemand treurt over het verleden, een liefdesaanbieding of emotioneel niet vervuld. Of iemand is getreurd over het feit dat er verspeelde cups zijn. Iemand heeft heling en balans nodig en daarbij eigenlijk niet goed wetend waar hij of zij staat. Wat ik al zei, dus de negen van zwaarden. En in het verleden, de hele toekomst, let wel, het is energie. Dus voor iedereen kan dat vice versa zijn. Maar in ieder geval, in het verleden zie ik een soort van geheimen over een connectie. Iemand had een keuze, maar wist niet goed waar hij of zij stond. Dit is de maankaart staat echt voor illusie, kan het staan, of voor onzekerheid. Dus iemand was onzeker over een keuze en had waarschijnlijk ook een keuze in een bepaalde connectie. Dit is wel een 2 van cups, kan betekenen dat het een zielsconnectie is. Dus iemand heeft een keuze gehad. Wat ik in het nu zie is de temperance kaart. Balans, geduld en evenwicht. Iemand zoekt evenwicht. Iemand wil een excuus aanbieden. Of jij dit nu bent of de persoon. Maar iemand denkt na een tijd van rust, balans. Of iemand ligt daar wakker van om dat dus te doen. Om een excuses aan te bieden. Het is een page. Dus een page of cups is een aanbieding. Maar het is nog niet emotioneel volwassen. Dus er kan een aanbieding komen, maar het is geen koning. Let wel, dus het kan een kleine attentie zijn. Wat ik in de toekomst zie is, iemand is in tweestrijd, hangt in stilstand of er is ergens een delay in. Of iemand kan verliefd zijn op een ander en weet niet goed wat hij of zij daarmee aan moet. Iemand is in tweestrijd, ja of nee, waar ga ik voor? Iemand zou een blinddoek af moeten doen en dingen van een ander perspectief moeten gaan bekijken.
Wat ik al zei, of jij dit nu bent of de persoon. Ik ga eens kijken wat ik mag weten over die 9 van zwaarden. Wat mag ik weten over die 9 van zwaarden als uitdaging? De 10 van cups. Iemand wil de 10 van cups. Iemand fantaseert en ligt daar wakker van. Iemand wil dit bereiken. Maar weet niet zo goed waarschijnlijk hoe hij of zij dit moet aanpakken. Wat mag ik nog meer weten over die 9 van zwaarden? Ja, over een liefdesaanbieding. Dus iemand ligt wakker om eigenlijk, wat ik hier zag met de Page of Cups, eigenlijk een romantisch gebaar te maken. Een stap te zetten om dus eigenlijk naar die 10 van Cups te gaan. Iemand is daarover aan het denken, vooral 's nachts of 's avonds als diegene in bed ligt. Wat mag ik weten over de maan, over die onzekerheid die hier ligt? Ik ga even de kaart een beetje zo neerleggen. Wat mag ik weten over die maan? Waarom ligt die onzekerheid hier? Iemand zit in emoties, maar heeft angst over spelen geheimen. Iets wat misschien nog niet aan het licht is geweest. Of misschien tast iemand in het duister wat ik zie met de 9 van zwaarden. Eens kijken wat dat mag zijn. Waarom ligt die maan hier? Oeps, ja, nou ja. De 2 van cups. Iemand heeft een keuze in de liefde. Een zielsconnectie is wat ik zie. Iemand twijfelt om emoties te tonen. Iemand ligt er wakker van. Iemand heeft heling en balans nodig in de situatie. Dit is wel een spirituele connectie. Wat mag ik nog meer weten over die maan? Dus iemand wil een reconciliation, maar is daar onzeker over, is wat ik zie. Wat mag ik nog meer weten over die maan? Dat zijn er heel veel. Zal ik terug doen. Wat mag ik weten over die maan? Dat zijn er 2. Ja. Iemand zit in twijfel en het kan zijn dat er een derde partij bij betrokken is. Het kan zijn dat je de persoon kent via vrienden of iemand twijfelt een long-term relatie te beginnen of misschien te eindigen. Om een keuze te maken, maar iemand is op zielsonderzoek, is wat ik zie. Iemand heeft spirituele lessen nodig gehad in deze. En ja, met de 6 van cups, iemand uit het verleden. Dus iemand uit het verleden of iemand die je kent, misschien via vrienden. Het kan ook zijn dat iemand vrij van angsten moet zijn en daarbij eigenlijk vertrouwen op het proces is wat ik voel. Wat mag ik weten over die 2 van cups die hier 2 keer ligt? De Page of Cups, wauw, 2 keer, zie? Dus iemand twijfelt. Iemand twijfelt om een excuus aan te bieden over een commitment die iemand al heeft. Of iemand heeft een commitment. Of iemand denkt na om eigenlijk liefde aan te bieden, een excuus aan te bieden voor deze connectie. Maar is daar onzeker over? Wat mag ik nog meer weten over die 2 van de cups? Want iemand voelt deze connectie, maar is waarschijnlijk bang om naar voren te stappen en eigenlijk voor deze allerhoogste liefde te gaan. De 9 van cups, ja, over allerhoogste liefde gesproken te hebben. Een wish fulfillment, de 9 van cups. Iemand fantaseert eigenlijk over een wish fulfillment. De 9 en de 10 van cups, wauw. Dus iemand wil een reconciliation, dus een samenkomen, creëren eigenlijk, maar is eigenlijk bang om of iets los te laten met iemand waar de persoon nog een connectie mee heeft. Of je bent het zelf. Wat mag ik weten over die temperance, die balanskaart en geduld? De Page of Pentacles, weer een page. Dus allemaal nieuwe beginnen. Dus iemand is of iets nieuws gestart of is in een nieuwe fase van zijn of haar leven. Maar iemand wil stabiliteit. Het kan ook zijn dat iemand stabiliteit in zijn leven heeft gecreëerd. En daarmee eigenlijk een aanbod wil doen. Maar het is pril. Ik zie het is allemaal pril. Wat mag ik nog meer weten over die temperance kaart? Dus het kan zijn dat je te maken hebt met een jonger iemand. Of dat er leeftijdsverschillen zitten. Of iemand is jong van geest.
samen met de emper, stabiliteit. Dus wat ik hierbij voel, kunnen ook kinderen in betrokken zijn. Dus dat het misschien daarom wat lastiger is. Maar de emper is iemand die, dat is een baas. Dat is iemand die, ja, actie kan ondernemen. Mits er wel zijn of haar ego aan de kant wordt gezet. Dus iemand moest waarschijnlijk helen van een situatie. Is waarschijnlijk gegroeid. En heeft te maken met autoriteiten, dus zijn ego en zijn status. En vindt dat misschien lastig om dat te doorbreken. Dus misschien daarom dat de persoon 's nachts ook wakker ligt. Maar dat kan ook goed jouw energie zijn. Maar iemand kijkt hierop neer. Ik zie twee kinderen, dus het kan een connectie zijn van het vorig leven. Of het kan zijn dat de kinderen in betrokken zijn. Ja. Wat mag ik nog meer weten over die Page of Cups? Ja, weer een page. Wauw. Nou, ik heb bijna alle pages. Ik zal me niks verbazen als straks de page of van zwaarden ook valt. In ieder geval, een page of cups en een page of wands. Ja, dat kan echt betekenen dat iemand wil... Ja, je ziet die persoon hier, echt een kindspersoon, die wil uitraken, die wil communiceren. Die wil denken van, hey, ik wil weer een nieuwe start. Hoe kan ik dat beginnen? Hoe kan ik mijn ego aan de kant zetten... Mijn onzekerheid aan de kant, ook al lijkt het misschien niet zo voor de persoon of voor de buitenwereld. Maar ik zie wel dat iemand eigenlijk roept van, hey, ik ben hier, joehoe. Ik wil je iets aanbieden. Het is misschien pril. Wat mag ik nog meer weten? Ja, met de Empress kaart. Wauw. Iemand ziet tegen jou op. Of iemand wil eigenlijk deze connectie. Want ik heb hier de Emperor en de Empress. En dat is een koppel. Dat is de Divine Masculine en Divine Feminine. Dus iemand wil eigenlijk de Divine Feminine. En dat kan jouw energie zijn of van de persoon. Maar iemand wil iemand ja, iets aanbieden met de Page of Swords. Ja. In ieder geval zie ik dat iemand iets wil aanbieden. Of jij dit nu bent, of de persoon, of misschien jullie beiden. Maar ik heb wel het gevoel dat jullie elkaar voelen in energie. Dus het kan dan dat jullie elkaar in de gaten houden. Maar dat er, wat ik voel, iemand wil communiceren, maar is eigenlijk bang. En dat kan dus echt te maken hebben omdat er meerdere connecties bij verbonden zijn. Er is een soort van stilstand, zie ik. Of iemand zou een ander perspectief moeten krijgen in deze situatie. De Empress is natuurlijk wel de koningin der koninginnen. Geen bullshit voor haar. Zij wil alles op het beste en op het hoogste niveau en anders niet. Ik zie hier een vrouw, een koningin van staven. Koningin van staven is een zelfverzekerde vrouw. Sensueel is intuïtief. Kan soms haar zin doordrijven. Dus het kan zijn dat dit een derde persoon is. Maar ga eens kijken of er is stilstand met deze persoon. Ook een puur energie. Wat mag ik nog meer weten? Hoe die hangt me heen? Oeps, dat zijn er twee. De Lovers en de Knight of Swords. Wauw. Wauw. Het kan zijn dat er stilstand is geweest omdat iemand heeft gekozen voor iemand anders. Maar eigenlijk heeft besloten nu om eigenlijk voor deze spirituele connectie te gaan. Of iemand heeft een keuze, maar iemand wil naar binnen rushen. Het kan zijn dat iemand ongeduldig is en daardoor eigenlijk communicatie wil. Maar dat kan wel onrustig voelen, is wat ik zie. Dus iemand heeft misschien nagedacht, heeft stilstand gekend, of er komt stilstand in, of misschien komt de stilstand aan en gaat iemand beseffen van, hey, dit is eigenlijk de vrouw of man waar ik voor wil gaan. En ik wil daarin rushen. Dat is wat ik voel. Maar iemand twijfelt. Iemand zit hier en die denkt van, ik zit hier, ik ben geblinddoekt. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed welke keuze ik moet maken. Wat mag ik daar nog van weten? Want iemand is getreurd over het verleden. Iemand is diep teleurgesteld met ja, conflict. Dus iemand kent conflict in zijn of haar omgeving. Ja, met de zon. Wat ik hierbij voel is dat iemand waarschijnlijk conflict gaat loslaten. Iemand zat heel lang in twijfel, zat in stilstand. Maar met de zonkaart en de vijf van staven heb ik het gevoel dat iemand iets gaat loslaten wat conflict gaf. Dat kan met deze persoon zijn. Met de vrouw van staven.
Of het kan zijn dat iemand gaat kiezen voor het allerhoogste geluk en ligt daar wakker van. En ook al geeft het conflict, ik zie wel de zonkaart hier. Samen met de drie van staven. Dus iemand gaat iets achterlaten. Iemand gaat een keuze maken. Om dus eigenlijk chaoticiteit eigenlijk los te laten. Eerlijk te zijn met de koningin van zwaarden. De koningin van zwaarden is wel iemand die, wat ik al zei, geen bullshit accepteert. De empress is hetzelfde. Die niet dezelfde energie, maar wel dezelfde attitude. Zo van de waarheid of anders niks. Ik ga eens kijken of ik nog een advies mag ontvangen. Dus er is iemand die wil geluk. Die wil strijd achter zich laten. Na een tijd van stilstand en twijfel heeft iemand het besef gekregen dat iemand wil kiezen voor een hogere connectie, een zielsverbinding, een twin flame of een soulmate. Heeft wel heling en balans nodig gehad. Maar ja, is wel een soort van getransformeerd. Alleen de persoon kampte met onzekerheid. Omdat er waarschijnlijk meerdere mensen in zijn of haar leven waren. Of in jouw leven. Ja, de tien van staven. Iemand gaat verantwoordelijkheden loslaten. Of het is de bedoeling dat iemand verantwoordelijkheden los gaat laten. En daarmee eigenlijk een nieuw pad ingaat. Ja, en eigenlijk een contract of een samenwerking gaat beginnen. Het kan financieel zijn, maar het kan ook heel goed zijn dat er iets komt waardoor iemand spirituele lessen heeft gekregen en dat ook los gaat laten. En daarvoor eigenlijk gaat kiezen voor meer verbintenis, meer een zielsconnectie met de koning van pentakels. De koning van pentakels is iemand, is een baas, is iemand die weet wat hij wil op financieel gebied, is financieel onafhankelijk en is een volwassen persoon. Dit is eigenlijk de enige volwassen persoon samen met de emperor. Dus het kan zijn dat het iemand is die heel veel status heeft, goed zijn zaakjes op orde heeft op financieel gebied, materialistisch kan zijn, geduldig, betrouwbaar, maar wel soms wat stug. Dus bij die persoon kan het zijn dat de persoon het lastig vindt om zijn muur te doorbreken. Dat kan ook heel goed jouw energie zijn. En iemand kiest er eigenlijk voor om, ja, na een stilstand, na een tijd van treurnis, eigenlijk, ja, wat ik hier zie, liefde aan te bieden. Nog één kaart graag. Ja, weer de emperor, zie. Dus over stugheid, stabiliteit en touwtjes in handen willen hebben. Hier ligt de persoon. Het kan ook jouw energie zijn, hè? Want het is natuurlijk de ram. Dus het kan ook zijn dat jij wat meer flexibel mag gaan zijn. Meer geduld mag gaan opbrengen in een situatie. Het kan ook zijn dat het jouw energie allemaal is. Maar ik voel meerdere personen en ik voel dat er na een soort van stilstand iemand gaat inrushen in deze connectie. En daarbij eigenlijk conflict loslaat. Waar de persoon of jij heel lang over heeft getwijfeld. Waar de persoon of jij wil die zonneschijn, die wil die tien van munten die hier ligt. En ligt daar ook echt wakker van. Ja, dit is wat ik voor je heb. Ja, zie een transformatie. Transformatie naar conflict. Vijf van staven met de lovers onderop. Wauw. Dus iemand gaat een keuze maken in een situatie, is getransformeerd en gaat communiceren, is wat ik zie. Dit is wat ik voor je heb, lieve Ram. Mocht het resoneren, laat het me weten. Wil je geabonneerd worden? Het is kosteloos. Daarmee help je mijn kanaal groeien en daardoor jezelf natuurlijk ook. En hoe meer zielen, hoe meer vreugde, zeg ik altijd. En de persoonlijke reading kan je aanvragen door in de beschrijving staan mijn e-mail en mijn website. En ik wens je al het goed. Doeg!